good, Calfam? Mijn naam is Calfam en ook wel bekend als Calvijn. En het is weer tijd voor een lekker filmpje. Jazeker. Een hele goede dag, mocht je mij nou nog niet kennen, dat kan. En dan ga ik je even vertellen. Namelijk, meneer. Ga lekker abonneren. Dat zou ik waarderen. Abonneer. Je weet wat ze zeggen. Als je gaat abonneren, ga lekker abonneren. Dat zou ik waarderen. Oké, okay. Zoals je misschien weet heb ik een aantal weken geleden een serie op mijn kanaal gehad genaamd Gekkenwerk. En in Gekkenwerk doe ik de meest idiote opdrachten binnen 24 uur. Het leuke met Gekkenwerk is, en dat wil ik je toch even uitleggen, is dat wij een avontuur aangaan. Voornamelijk ik en mijn cameraman Michael. It is true. I, Michael Scott. En Michael en ik weten niks totdat we de opdracht krijgen en dan gaan we er gewoon vol gas voor. Dus het is altijd interessant wat er gebeurt bij Gekkenwerk. De aflevering van Gekkenwerk moet natuurlijk ongeveer tussen de 20 en 30 minuten duren. Anders wordt het iets te lang of te kort of wat dan ook. Maar vaak lopen we er tegenaan dat we fucking veel materiaal hebben. Heel veel beelden die we niet uiteindelijk in de aflevering kwijt kunnen. Simpelweg omdat de video anders te lang wordt. En het zijn dan wel vaak leuke momenten, maar... dat zijn niet per se de momenten waarvan je denkt, oh ja, daardoor wordt de aflevering heel veel beter. Snap je? Ik klink echt als die professional content creator met de director's cut en de... Maar goed, om een lang verhaal kort te maken. Tijdens Gekkenwerk hebben wij vaak heel veel beelden die we niet gebruiken, maar die ik wel graag aan jullie wil laten zien. En daar gaan we vandaag nu samen naar kijken. Ei. We beginnen met aflevering 1, namelijk een poolparty geven in de woestijn. Let's go. Komt wel op goed? Ja. Oh, de bal. Er gaat een bal! No. Pak hem! Ik ben aan het pissen! De cameraman ging hier achter de bal uit, maar ik weet niet of je Michael een beetje kent of dat je hem ooit gezien hebt. Maar Michael is niet, laten we zeggen, de meest atletische persoon op aarde. Oh ja, dit was een mooi moment. Kijk, wij stonden natuurlijk midden in de woestijn met een zwembad. Toen kwam er random een of andere legerwagen aan of zo. En wij echt zo, nee jongen, je gaat nou niet kloten. Want wij hadden een drone bij ons en je mag in Marokko volgens mij niet een drone hebben. En toch hadden wij hem op een of andere manier binnengekregen. Dus dat was fucking lekker. En wij dachten, oh nee, nu komen ze ons halen. Ze reden gewoon door. Er was niks aan de hand. Nou, dat was interessant. Op welk nummer zou je gebeld kunnen worden? Als het lukt, dan hoor ik het graag. Dan doe ik het verzoek ook. Okay. Deze mensen hadden wel humor. Ik voelde me zo'n achterlijke gladiool op dat moment. Je belt mensen op en je vraagt of je een miljoen kan lenen. Show, jij wilt een miljoen lenen? Mag niet. En het leuke hieraan, nou, niet zo heel leuk. Ik ben dit jaar, denk ik, 2 weken heel erg ziek geweest. Toen was ik aan de diarree, alles gewoon, echt helemaal kut. Elke keer als ik een shot had gedraaid, moest ik naar de wc en moest ik kakken. En toen kwam er alleen maar groen slijm uit. Gadverdamme zeg. Maar je ziet het helemaal niet terug op de video, dus dat vind ik wel mooi. En uiteindelijk heb ik dat wel goed ingeschat, maar ik voelde me echt niet goed. Ik doe dit veel te weinig om te weten hoe dit goed moet. Ik weet heus hoe je een champagnefles openmaakt, jongens. Kom op. Het is niet zo moeilijk. Niemand liegt tegen mij. Het is spannend. Ja, hoor. Op de beat, hè. Gewoon op de drop popte ik die fles. What the fuck wil je dan, papi? Als het goed is, heb ik over 3 uurtjes... als het goed is, heb ik over 3 uurtjes 1 miljoen euro op mijn rekening. Dat is een beetje het plan. Dus ik wil jou vragen, Michael. Heb je zin in een glaasje champagne? Altijd. Michael, op de twee... Eigenlijk is het gewoon heel ongemakkelijk. Want als het ongeknipt is, is het best wel ongemakkelijk. Er zijn best wel wat stiltes. Ik moet natuurlijk nadenken, oké, waar pak ik hem op? Hoe werkt het in de edit? Ik ben de hele tijd een beetje als een autistje bezig in mijn hoofd als ik aan het draaien ben. En als je dan die shots ziet zonder knippen, dan denk je pas, zo, best wel een beetje ongemakkelijk of zo. Waarschijnlijk is dat met deze video ook zo. Dus ja. Ja, zie je wel. Het is gewoon heel ongemakkelijk als ik niet knip. Dat, ja. Zo voelt het dus. Editor, je mag daar even niet in knippen. Dus dat er gewoon niet geknipt wordt. Binnen 24 uur alle provincies van Nederland fietsen. Die was vrij intens. Dat was echt, ik denk, het meest intense wat ik ooit gedaan heb. Ja, dat was echt afzien. Dat was verschrikkelijk. Het was kut weer. We begonnen met vol goede moed in Groningen. Met iedereen zo, ja, we gaan beginnen. Hey! 24 uur later was ik back af ergens in Zeeland. Maar het is gelukt. Er zijn een aantal scènes die jullie niet gezien hebben. En daar gaan we nu even naar kijken. Ik ben heel veel plek beland, jongens. Dat is, dat had ik niet verwacht dat ik daar zou komen. Maar ik zag het al. Ik zag de achtbaan al.
Oh ja, dit was een mooi moment. Oh ja, lekker, lekker. Dit was ik helemaal vergeten. Ik kwam op een gegeven moment op een plek en ik dacht, hey, ik ken dit ergens van. En toen besefte ik me waar ik was. Ik ben gewoon mijn waling niet. Het is wel grappig. Er is ook helemaal niemand hier. Nee, het is logisch. Het is gewoon alleen maar kut weer. Het is even kut. Maar dan moet ik gaatjes zoeken. En het is... Als ik in bed lig bij Nina, niet zo moeilijk, maar... Okay. Hé, hey, waarom is dit eruit gehaald? Dat was een goede joke! Het was een goede grap! Hé, hey, editors! Waarom hebben we dit er niet in gedaan? Ik lijk wel alsof ik dood ga hier. Maar het ergste is, je staat vol adrenaline, dus je hebt het niet door. Totdat je in een auto stapt en dan zit je een kwartier en dan denk je ineens, alles doet pijn. Alles doet pijn. Alles is kut. Alles omhoog. Alles doet pijn. Hey, alles is kut. Mijn plannen gemaakt. Maar hier stond ik nog stijf van de adrenaline. Een kwartier later was ik gewoon dedde. Het huis van Gio Legeroven. Dat was ook weer zo'n lekkere man. Sommige mensen twijfelden of het wel echt was. Sommige mensen twijfelden of Gio er al van af wist. Want ik had natuurlijk ook de vermomming gedaan om daar in te breken. Ik wil daar nog even iets over zeggen. Namelijk de vermomming. Mensen zeiden ja, dat was helemaal niet nodig geweest. Want je kon ook gewoon naar binnen lopen via Alex. En dat klopt. Alleen, ik wil altijd wel denken, hoe kan ik een aflevering nog toffer maken dan die al is. Alleen, het was inderdaad niet per se nodig geweest. Maar ik vind het wel leuk om het nog wat meer saus overheen te gooien. Snap je wat ik bedoel? What the fuck? Alles was weg. Alles was weg. Dit is ook echt die Gio-reactie. Gewoon die droge reactie van, hé, is alles weg? Oh, nou. Ja, ik kan niet echt stressen, want ik heb toch genoeg geld. Maar het is wel grappig. Dit was een verschrikkelijke aflevering om te editen. Dat zweer ik je. Hij is heel leuk geworden uiteindelijk. Maar dit, je moet je voorstellen, je ontmoet 10 BN'ers. En met die BN'ers bedoel je een heel ding. Ik ging kickboksen met Rico Verhoeven. Wat zei je? Ik ging sporten met Wendy van Dijk. Moet dit aan de voorkant zo? Nee. Ik heb een uur met Najib Amali in de auto gezeten. Moet niet gekke worden, hè? En dan maak je allemaal leuke gesprekken, allemaal leuke dingen, allemaal grappig doen en zo. Uiteindelijk, als je een aflevering wil maken van een half uur, zeg 20 minuten, exclusief intro en outro, dan heb je dus 2 minuten per BN'er. Nou, dat is kut. Dat is echt helemaal kut. Je hebt een uur lang gedraaid met iemand, daar moet je 2 minuten van maken. Dit fragment met Najib was echt leuk. We waren echt lol in die auto. Ik heb nog met Suarez in de basis gestaan. Nee, met Suarez. Ja, dat waren mooie tijd. Met Suarez. Lachen, ja, toen ging hij natuurlijk helemaal internationaal. Ja, ja, en toen kende hij, en dan belt hij je niet meer, hè? Nou belt hij niet meer. Nee, zo is hij wel, dat is Suarez. Kut Louis. Ik had het met mijn ex, Beyoncé. Dus dit was grap, ik vind het zo lekker. Zo jammer dat dit de aflevering niet haalt, maar het is wel echt hilarisch. Nou, rijdt hier in M6. Dat is een Duitse wagen. Dat is een Duitse wagen. Kom, Duitsland, Duitsland. Frans. Ah nee, ik vind het erg leuk om met jou te zitten. Ik heb even een Renault gehad. Hij is top, jongen. Najib, shout-out naar jou. Je bent echt een held. Oh, dit was ook verschrikkelijk. Ik was bij Gerard Joling. Echt, om 12 uur 's nachts gingen we zingen. Maar ik kan natuurlijk echt gewoon niet zingen. Ja, ik kan een klein beetje zingen. Maar het is echt niet om aan te horen. Wauw! Ik wil gewoon te veel in één keer. Ja, ik ben als je gewoon rustig langzaam zingt, dan kan je heel goed. En dan wil je omhoog. Ja, dat is ademsteun. Dan moet je arm innemen. Ja, maar het zit er wel, hoor. Ja, zit het er? Zit er. Zit er potentie in? Dat moet ik zo nog zien. Gerard Joling, zo lekker. Jij bent zo'n leuke gast. Ik vond het echt fucking gezellig. Ja? Wauw. Oh, dit. Oh, dit is niet helemaal. Het ruikt ook een beetje aangebrand. Oh, ik heb het verkeerd gedaan. Ja. Dus nu zie je een soort pannenkoek. Okay, dan gaan we. Dit heb ik altijd al willen doen in mijn leven. Yes. Doe ik het weer verkeerd? Het gaat alleen maar fout. Wat is er dan? Wat doe ik? Het ging echt vaak fout. Het was echt. Kelvin, you have one job. Hey! Oh, dit was ook mooi, jongen. Donna. Dat was de kleine vrouw uit de Overal Ja op zeggen video. Fantastisch mens. En anders kunnen ze me reetkissen. Zij was er ook bij tijdens de clipshoot. En hier kwam ik haar tegen. Schijnbaar zat ze al heel lang te wachten in een container. En wist ze niet precies waar ze naartoe moest. Ja, de productie was een beetje wankel. Omdat we het allemaal binnen 24 uur moesten fixen. Dus dan krijg je zulke soort situaties. Maar uiteindelijk hoorde ik dat ze er was. Toen ben ik naar haar toe gegaan en toen gebeurde dit. Hey, wat doe
jij hier? Wat krijg je nou op titel, joh? Wat doe jij nou hier? Ik heb een koud op. Ik heb een heel koud. Wat is dit nou weer? Ik dacht, ik ga je niet meer zien. Ik ga van mijn huis. Ja, man. Ik ben het toch? Fokken. Oh, pas erop. Hey. Nou, welkom. Hey, welkom. Wat fijn dat je er bent. Zo, woe, dat was hem wel even, jongens. Ik vond het leuk om jullie wat extra beelden van Gekkenwerk te laten zien. Mocht je nou denken, hey, ik zou wel graag een nieuw seizoen van Gekkenwerk willen. Luister dan even goed, namelijk, ik wil dat weten. Ik wil weten of jullie een nieuw seizoen van Gekkenwerk willen. Nou, ik weet vrijwel zeker dat ik het wil maken. Maar ik moet even de tijd vinden en de ruimte en de motivatie om het te gaan doen. Want het is echt best wel zwaar allemaal. Maar goed, ik wil het wel heel graag doen, want ik heb gehoord en gezien wat jullie er allemaal van vinden. En hoe fantastisch jullie het vinden. Dus mocht je dat willen, laat het me weten. In de reacties, op Instagram, via DM's, via reacties, overal waar maar mogelijk is. Stuur me fucking brieven of zo waarin je aangeeft dat je er nog wil. Maar dan maak ik misschien wel Gekkenwerk seizoen 3. Ik dacht dat seizoen 1 heftig was, maar seizoen 2 was heftiger. En dat betekent dat seizoen 3 misschien nog wel heftiger kan worden. Dames en heren, mijn naam is Calvijn. Ik vond het fantastisch om jou weer te zien. En tot de volgende video. Doe eens gekje met normaal genoeg. Ja hoor, dag.